Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Lekker hoor, zo'n watertje. Zo. Dan gaan we... Hoppakee, zo. Eindelijk. Eindelijk heb ik het gevoel... met het lopen dat ik een beetje vooruitgang, dat ik progressie boek, dat ik sneller ben, dat ik, ja, dat. Ik heb wel één ding wat mij opgevallen is. En dat is, oep. Kijk, ik ben natuurlijk met aan het meten, via de telefoon. Je telefoon, GPS. GPS-signaal ontvangt het. Met de Samsung Health programmaatje registreert hij beweging. Op het moment dat de beweging stopt, stopt dan eigenlijk ook, zeg maar, jouw loopbeweging. En dan zet hij de loopbeweging op pauze. De normale tijd blijft doorlopen. Maar dan een soort intervaltijd. Maar als ik weer ga beginnen, dan start hij weer. Nou, was in mijn derde rondje. Dat geeft hij aan, hoor ik in het oortje, dat hij dan stopt. Dan zegt hij iets van activity pause of iets ergens, weet ik wat. En bij het derde rondje deed hij dat niet. Dus hij bleef gewoon doorlopen. Ik heb er niet echt in de gegevens gekeken, maar dat heeft natuurlijk wel dan weer consequenties op je gemiddelde. Want het blijft natuurlijk doorlopen, terwijl je eigenlijk met een oefeningetje bezig bent. Want ik doe, zoals ik al zei, bij rondjes doe ik oefeningetje. Opdrukken, dips. Dus eerste rondje opdrukken, tweede rondje dips, derde rondje opdrukken, vierde rondje dips. Dan moet hij dus pauzeren. En als je dan niet pauzeert en blijft doorlopen, dan kost dat dus jouw rondetijd. Dus dat viel me op. En bij het eerste rondje, dat hij ook wat later pas pauzeerde. Dus ik was eigenlijk al bezig met mijn oefeningen, toen pauzeerde hij pas. En op het moment dat je dan weer een bepaalde movement hebt, dan gaat hij weer lopen. Dus hij begon ook alweer eerder te lopen dan dat ik nog bezig ben. Het is niet echt 100% accuraat op het moment dat ik dus ergens stilsta om die oefening te gaan doen, dat hij dan echt meteen op pauze springt. En op het moment dat ik pas weer ga lopen, dat hij dan aangaat. Hij gaat ook wel eens aan terwijl ik nog nog 5 keer moet opdrukken. Of zoiets. En dat dus. Maar uiteindelijk. Als ik dan de rondjes aan zich ga bekijken, ja, ging het vandaag eigenlijk gewoon goed. Het ging gewoon lekker. Ik voelde het ook weer. Soms dan heb je al bij de eerste paar passen het gevoel van, hey, dit gaat lekker worden of het wordt helemaal niks. Maar ik had vandaag echt het idee van, het ging lekker. Dus ja, nou, vandaag de tweede competitiewedstrijd, ben benieuwd, lekker thuis, niet weg, en ben benieuwd wat vandaag wordt, vandaag tegen Longa, dus afwachten. Nou ja, van de week wordt het weer wat rustiger, overigens. Skip dat laatste. Overigens. Er is geen overigens. Dat is gewoon niks. We gaan wel kijken vandaag wat het gaat worden. En gaan we gedacht. Oh ja, Max natuurlijk, hè, vandaag. Zandvoort. Go Max. Ik ben benieuwd wat geworden. Gisteren natuurlijk die poll. Dat was echt reten spannend.
Maar hij flikt het wel. Lekker voor de Ferraris. Ja, hoi. Dus, nogmaals voor alle mensen die in Zandvoort zijn, CQ zijn geweest. Want ja, dat is natuurlijk zelfs pas op YouTube. Ik hoop dat we een fijne dag hebben gehad. Dat we Max op 1 hebben staan. En dat wij gewonnen hebben. Dus dan is alles helemaal prima. Dan zou ik in ieder geval zeggen van tot de volgende keer. Duimpje omhoog, even abonneer op de kanaal. Voor de volgende week en andere vlogs die ik ga maken. Dus, see you next time, next week. En dan zou ik zeggen, ciao.